Weet je waar ik sta? Ik sta op het mooiste plein van Limburg, de Grote Markt in Sint-Truiden. Sint-Truiden, een stad die bruist van activiteit, die bruist van nieuwigheden en waar altijd wat te doen is. Sint-Truiden ook een stad waar heel veel gesport wordt en waar er vaak nieuws is rondom sport. En vandaag is er weer al groot nieuws rondom sport in Sint-Truiden. Want Sint-Truiden krijgt een hockeyclub. Vanaf 1 september start HCST, Hockeyclub Sint-Truiden. Hockey is een bruisende teamsport en wordt gespeeld door meisjes en jongens, dames en heren. Het is voor alle leeftijden vanaf 5 jaar tot 80 jaar en de teams zijn typisch 11 personen voor de volwassenen en de oudere jeugd en voor de jongere jeugd zijn de teams soms iets kleiner. Hockey is hartstikke hip en dat komt voornamelijk door de goede prestaties van de Belgische hockeydames en recent ook de Belgische hockeyheren op het wereldkampioenschap in Den Haag. Om je één voorbeeld te geven, de Belgische hockeyheren bezetten op dit moment de nummer 4 positie op de wereld en dat is een enorm knappe prestatie. Hier vind je ons logo. Geheel in de traditie van Sint-Truiden zijn de clubkleuren gekozen in geel en blauw. Dit is ons logo en straks ook onze tenues zullen geel en blauw zijn. Mijn naam is Ivar en ik ben een van de initiatiefnemers van Hockeyclub Sint-Truiden. Maar dat ben ik niet alleen, want naast mij staat Han. En Han is sportdocent in Herktestad, maar ook een zeer enthousiast hockeyer en heeft jarenlang ervaring met het geven van hockeytraining. Samen met hem tracht ik de Hockeyclub Sint-Truiden op te starten en vanaf 1 september gaat hij officieel in de lucht. De locatie van onze hockeyclub gaat het sportdomein Nieuw Sint-Truiden zijn aan de Sportlaan 1 in Sint-Truiden. Zullen we eens een kijkje gaan nemen? Voilà, daar ben ik weer. Hier zie je het prachtige kunstgrasveld aan het sportdomein Nieuw Sint-Truiden. Het is kunstgras en wat ze noemen een zogenaamd multipurpose veld. Dat wil zeggen dat dit veld op gevoetbald kan worden en natuurlijk ook op gehockeyd. Voor hockey is kunstgras heel belangrijk. Het veld moet namelijk exact egaal zijn. Om mij heen is ook nog een prachtig kleedkamercomplex en een kantine en natuurlijk dit fantastische plein. Hockeyclub Sint-Truiden start officieel vanaf 1 september. En dan zullen we voor de jeugd en volwassenen training gaan geven. Dat doen we wekelijks. Voor de jeugd is er elke dinsdagavond training van 6:30 tot 7:30 en een uur daarvoor van 6:30 tot 7:30 voor de allerjongste jeugd. Dus dinsdag 6:30 tot 7:30, 7:30 tot 7:30 voor de jeugd. Voor de volwassenen zullen we op woensdagavond training geven en dat zal zijn van 8:00 tot 9:30. Nu, een heleboel informatie die ik nu vertel en best lastig om allemaal te onthouden. Maar ook daar hebben we een oplossing voor. We hebben namelijk een prachtige website gemaakt. De URL van die website vind je hier. www.hcsintruiden.be. En het is heel belangrijk dat je dat onthoudt, want het is het communicatiemiddel dat we gebruiken om al het nieuws van Hockeyclub Sint-Truiden te communiceren. Wijzigingen in trainingen als die er zouden zijn, events, ceremonies, initiaties, al die zaken worden gecommuniceerd via deze website. We zullen eens een kijkje nemen, dan heb je een idee wat er allemaal te vinden is. Hier heb je de website. Er staan een aantal blokken op, zoals alles over events, dus initiaties en clinics, de trainingen, een stuk over sportief, waarin je kunt lezen wat je bijvoorbeeld moet aanschaffen voor hockey. Een hockeystick, scheenbeschermers, schoenen misschien of eventueel een bitje. Je vindt daar de foto's, maar heel belangrijk, je vindt ook een sectie die heet Club. En daarin kun je zien hoe je lid kunt worden, wat de belangrijkste contacten zijn, de telefoonnummers en ook de e-mailadressen. Vergeet deze website dus niet en kijk er regelmatig op, want al het nieuws wordt hier gecommuniceerd. Je hebt één alternatief en is dat je zoekt op Hockey Sint-Truiden op Facebook. Daar heeft HCST ook een eigen pagina en als je via Hockey Sint-Truiden die pagina even liked, blijf je ook op de hoogte van alle informatie. Nu,
We hebben de afgelopen maanden absoluut niet stilgezeten. Een van de zaken die we gedaan hebben is elke week een gratis hockeyclinic te organiseren op ons eigen plein, toegankelijk voor iedereen, alle leeftijden. En dat was een super succes. Elke week hadden wij 40 tot 50 geïnteresseerden die kennis wilden maken met hockey. Nu, daarnaast hebben we nog heel veel andere dingen gedaan. We zijn inmiddels op bijna 10 scholen geweest om hockey te promoten en om hockey initiaties te geven. Verder zijn we op verschillende events geweest in de stad en ook op buurtevents. Ik zal je er eens eentje laten zien. Kijk, dit was een event wat er een maand geleden is geweest in Nieuw-Sint-Truiden op het Eglantierplein. Het was geweldig. We hadden jeugd van alle origines, kinderen uit België, maar ook buiten België. En iedereen heeft kennis kunnen maken met hockey en de basistechnieken kunnen leren. Nu, je zult daar best graag zelf misschien een keer bij willen zijn. Dan heb ik goed nieuws voor je. Op 18 juli namelijk organiseren wij een hele middag een hockeyinitiatie speciaal voor de jeugd. Het begint om 1 uur en het eindigt om 5 uur, speciaal bedoeld voor alle jeugd tot 18 jaar. Han en ik verzorgen de hockeytrainingen. Wij nemen sticks en ballen mee en het enige wat jij mee moet nemen is een glimlach en een goed humeur. Voor de volwassenen gaan we tot 1 september, tot het moment dat de club officieel start, gaan we ook nog een aantal trainingen geven. Ik ben van plan om op woensdagavond het veld te gaan gebruiken om 1 keer in de 2 of 3 weken een training te geven voor volwassenen. Maar dat kan je vinden op de website. Vanaf 1 september zijn er vaste trainingen, maar tot 1 september zal ik een aantal woensdagen uitkiezen om 's avonds tussen 8 en 9 hockeytraining te geven aan de volwassenen. Kijk, en nu ben ik weer terug op de grote markt. Ik hoop dat je een klein beetje een idee hebt gekregen van wat Hockeyclub Sint-Truiden is. Vanaf 1 september start de club officieel. We gaan die initiaties geven die we net hebben genoemd. En je ziet het hier al een klein voorbeeldje van. Op 3 augustus tijdens de grote sporthappening staan wij op de grote markt om onze club te promoten. Jij komt toch ook? Hockey is hip. Niet vergeten. Word lid van onze club.